Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Zoals voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien, ik zou zeggen check hem even. Daar heb ik in de vorige aflevering heb ik namelijk de hele aflevering gedaan om deze jongen te maken. Maar hij ziet er wel heel vet uit. Wat ga ik deze aflevering doen? Ik ga weer iets maken net zoals dat. En wat ga ik daar eerst even voor pakken? Ik ga er ten eerste heel wat van die dingen maken. Ik heb echt een heel cool idee. Oké, die sticks heb ik al. Ik pak even nog wat hout erbij, weet ik veel. Ik pak het gewoon en dan maken we daar even sticks van. Zo, kijk, top. 62 sticks. Dan pakken we ook even dit erbij. Weet ik veel, dat kan gewoon zo. En dan gaan wij even dit maken. Gaan we het even craften. Vraag me niet waarom ik dit doe. Want ik vind het eigenlijk, het is eigenlijk best wel een raar. Maar ik vind het verder wel best wel grappig eigenlijk nog, dus. Boom. Kijk. Net niet genoeg sticks. Maar dan maakt dit, ik heb er 10. Dat is op zich mooi. Oké, wat wou ik gaan doen? Eerst even wat eten. Waar is mijn eten? Hier is mijn eten. Oké, top. Wat wou ik gaan doen? Ik wou eigenlijk... Dit is echt zo... Ik vind dit echt zo'n plekje waar je dan langs loopt dat je heel veel dingen ziet. Wat wil ik doen? Ik zet er hier eentje neer. Ik ga er dan hier eentje neerzetten. En dan weer hier. Kijk, dit is super vet hoor. Dit is vet. Dit is echt... Ik vind dit echt cool. Zo. En zo. Kijk. Als dat dan allemaal van die poppetjes staan, dan is dat toch fucking awesome. Ik vind dat echt vet. Ik ga gewoon voor hun allemaal ga ik gear maken. Dat kan ik ook wel langs het glas doen daar. En dat kan ik daar ook nog doen. Laten we even kijken. Dan zetten we die ook nog hier neer. En zelfs dit ding is al aardig goed gedaan. Dan zetten we deze hier nog even neer. En deze. Kijk, dit is toch cool? Ik vind het cool. Ik ga eerst voor die 8 daar ga ik nog even gear maken. Dan moet ik 8 keer gear maken. En ik ga die niet met pumpkins doen. Omdat ik daar nog niet genoeg pumpkins van heb. Kan ik anders ook wel even doen. Een pumpkin farm maken. Maar dat doe ik niet nu. Dus wat ga ik doen? Ik moet eerst heel wat kleurtjes hebben eigenlijk. Maar laten we eens even kijken. Dit geeft allemaal... Ik pak gewoon al die kleurtjes. Ik wil gewoon heel veel kleurtjes hebben. Oké. Dit geeft... Oké, dat geeft dat. Dit geeft oranje natuurlijk. Maar ik vind het eigenlijk vind het zonde. Dus ik doe even deze zo. Zo, kijk. Die pakken we erbij. Die pakken we erbij. Die ook. Cactus mag even gesmolten worden. Zo. Wat geeft dit? Ook dat. Oké, daar heb ik genoeg van. Ik moet nog wat rood hebben. En ik moet nog even wat met die cactussen doen. Ik moet nog even cactussen smelten. Wat ik nog even moet doen. Ik moet ook nog een furnace kamer maken. Een soort van furnace kamer eigenlijk. Waar ga ik dat maken? Een furnace kamer. Dat is nu echt niet heel erg belangrijk. Ik moet alleen even wat smelten. Ik ga anders wel gewoon even boven wel iets neerzetten. Gewoon iets makkelijks. Dan pakken we ook alvast even iets van leer erbij. Dank u wel. En dan pakken wij ovens. Ik hoop echt dat jullie dit een leuk idee vinden. Want ik vind dit echt super gaaf. Ik vind dit echt gaaf. Dus ja, even kijken. Nee, ovens. Moet bij steen zitten. Ergens bij steen. Heb ik het weer ergens bij steen gedaan? Niet hier. Ook niet hier. Nee. Nee, ook niet. Nee. Waar heb ik het dan gedaan? Misschien waarschijnlijk hier. Oh, nee, niet. Oké. Trouwens, ik keek het even. Ik dacht serieus even dat er iemand stond. Ik was het alweer helemaal vergeten toen ik hier langs liep. Heb ik serieus geen ovens? Waar heb ik allemaal ovens gelaten? Had ik niet meer ovens dan? Waarschijnlijk had ik niet meer ovens dan dat ik al had gemaakt en die ik heb laten staan. Dus dan pakken we hier gewoon even wat vandaan. Zo, kijk. Top. Even kijken. En dan doen wij zo. En zo, kijk. Hebben we gewoon 16 ovens. Hebben we alvast gewoon wat, dus ja. Even kijken, waar gaan we die neerzetten? Ik kan ze even hier neerzetten voor nood. Ah, voor nood kan het wel. Kijk toch. Dat is mooi, ik heb er niet zo heel veel meer nodig. Ik heb niet heel veel extra nodig hoor, dus... Even kijken. 4. 5. 6. Zo. Zo. Die. Die. En... Die. En die hou ik nogal wat cactus over. Wel verstandig natuurlijk. En dan gaan we naar mijn mooie koelkist. Of chest, hoe je het wil noemen. En dan doen we hier 1 in. Oh. En hier 1. En hier 1. Kijk eens. Dit gaat goed hoor. Ik voel het gewoon. Boom. Nou, dan gaat dit zo lekker verder. En dan ga ik even in mijn kobbelkist. Ga ik gewoon nog even die dingen plaatsen. Want, ja weet je. Zo. Tadaa, opgelost. Zo, perfect.
Wat hebben we verder nog nodig? Laten we vast even wat van die armor setjes gaan craften, want dat moet ook gebeuren. Trouwens, als jullie dit niet leuk vinden, moeten jullie het gewoon daar achterlaten in de comments, want ik vind dit eigenlijk best wel heel erg grappig, dus ja. Oké, ik heb er hier nu 5 van. Oh, ik heb er nu gewoon, ik kan nu gewoon 13 maken. Dus ik heb er nou 1, dan moet ik er nog, zo. Kan ik er nog 7 maken, want ik heb er al eentje, dus dat is 8. Zo. Bijna mijn hele inventory zit vol, maar dat maakt niet uit. Laat ik even mijn inventory leeg. Ik doe het gewoon even, even kijken. Dat doen we gewoon even hier een map erin. Oh. Tadaa. Kijk, zo mooi. Doen we hier dit even gewoon op bij. Kijk, top. Perfect. Ik drop dit hier gewoon even allemaal hoor. Ik vind het wel even goed. Ik vind dat het mag. Ik heb dit recht. Heb ik het allemaal leeg? Oh, ik had het allemaal leeg gehad. Ik schrok al een beetje dat er misschien allemaal dingen gedespawned waren. Weet ik veel. Zo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit hier en zo. Laten we nog even wat meer maken, want we hebben natuurlijk nog meer nodig. Oké, okay. Dat gaan we zo. 6 heb ik er daarvan. Oké. Okay. Dit is zwaar voor het leren hoor, maar ik vind dit gewoon, dit lijkt me echt heel vet. 6, 7 en dan is dit 8. Zo. Perfect. Dan maken we nu nog even dit. Zo. Zo, even kijken. 8. Oké. En ja, laat ik dingen alvast een kleurtje gaan geven. Ik maak alle borstplaten wil ik weer groen hebben, want dat had ik net ook al gedaan. Zo, ik moet eerst even hoeven eigenlijk alleen maar dit te pakken op dit moment. Dus ja. Maar even serieus, als jullie dit gaaf vinden. Laat het gewoon achter in de comments, want ik vind het eigenlijk best wel grappig, dus ja. Als jullie het niet grappig vinden, of jullie het niet leuk vinden om te kijken, zeg het dan vooral. Maar het leek mij heel erg cool, dus ik ben het gewoon gaan maken. Dus ja. Zo, dit hebben we. Oh. Oké. Okay. Dan hebben we de broek, hebben we gemaakt van altijd het witte. Dus dan doen we hier dat wit. En dan doen we hier de broek. En die. En die. Die. En zo. Kijk, doet die even. En zo. Kijk, top. Oké. Okay. Ik ga de poppetjes alvast aankleden. En ik moet ondertussen even bedenken wat ik... Nee, wacht. Omdat dit een beetje lijkt op oranje, geef ik het gele helmpjes. Dat vind ik wel een leuk idee. Ja, dat vind ik een goed idee. Zo. Perfect. Dan komt het weer meteen op de goede plek. Dus ja, dat is makkelijk. En zo. Dit is best wel veel eigenlijk. En het is misschien ook best wel leerverspilling. Alleen ik heb zoveel koeien dat dit ook niet zo heel veel uitmaakt. Dus ja. Oké. Oké. Wat ik dan moet doen eigenlijk is... ik moet even wat uit mijn inventory halen. Dat rood kan ik nog gebruiken voor de schoenen. Ja, ik moet nog meer rood hebben voor de schoenen. Kan rood ook met redstone? Volgens mij kon dat niet. Moet ik even wat rood fixen straks. Heb ik bone meal? Dan heb ik dat al, weet ik alvast of ik het heb of niet. Oké, okay, ik heb bones voor bone meal. Maar dat het echt veel is, dat is ook een ander verhaal. Oké, okay, had ook alvast even iets gaan droppen. Want dan heb ik dat in ieder geval niet meer in mijn inventory zitten. Dit doen we even hier. Dat doen we ook even hier. Even daar naartoe. Ik doe dit gewoon even zo hoor. Ik vind het wel even goed. Want dan heb ik daar in ieder geval ruimte voor. Weet je, dus... Oh, laat ik... Wacht. Had ik deze maar wel meenemen, want je weet maar nooit. Boom. Geef het aan mij. Al die leren spullen hebben. Want ik vind het serieus echt een heel grappig idee. Want dan krijg ik allemaal van die wachters in mijn huis. En ik vind dit ook zo'n perfecte plek. Oké. Okay. Jij eentje. Ik ga jullie rustig aankleden hoor. Zo, kijk. Boom. Kijk, oké. Jullie hebben allemaal iets van kleren. Dat is natuurlijk veel beter. Kijk, dit is vet hoor. Dit is vet. Ik voel het gewoon. Ik voel dat dit cool is. Ik vind het zelf ook wel heel erg vet. Want anders had ik het natuurlijk niet gedaan. Kijk hoe vet dit is. Dit is echt awesome. Ik vind dit echt awesome. Maar ik heb natuurlijk ook nog helmpjes, hè. Haha. Wist ik. Gele helmpjes. Het is misschien wel wat minder leuk dan die pumpkin. Maar het is wel leuk. Dat geef ik even heel eerlijk toe. Ik had liever zo'n pumpkin gehad. Maar alleen ik heb niet zoveel pumpkins. Nu moeten we alleen nog schoenen maken. Ja, schoenen. Alleen nog schoenen. Dan doen we all-stars, hè? Ja, tuurlijk doen we all-stars. Ja, toch?
Geef mij je All-Stars. Nee, niet die. Nee. Nee. Geef me je... Yes, ik heb ze. Ik moet ze All-Stars gaan noemen. Maar dat maakt niet uit. Dat doe ik nog wel. Wat moet ik doen? Ik pak even dit terug. Die, die en die en die en die. Zo. Hi, mijn telefoon. Wat even kijken hoor. Wat moet ik doen? Ik moet even deze en deze en zo, deze. Ik zie dat ik... Dan krijg ik... Weet je wat? Ik ga het anders doen. Ik heb een idee. Hou je mond, telefoon. Hou je mond, telefoon. Ik heb een idee. Wat ik ga doen... Ik ga een cliffhanger maken. Ja, het is niet echt een cliffhanger. Het is niet echt geheim, maar... Ga ik toch doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te laten reageren en te abonneren. Ik weet dat jullie het niet leuk vinden, jullie zullen het begrijpen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en gedag. Laters.